Hier even wat statistische gegevens. Een recente catalogus, zeer goed gedocumenteerd, noemt 47 portretten. Van 11 weten we niet helemaal zeker of ze wel of niet van Bernini zijn. De meeste staan gelukkig in Rome, sommige moet je voor naar Amerika. En verder, ja, er zijn nog heel wat vermeld in de bronnen, maar die zijn verdwenen. Van sommigen weten wat ermee is gebeurd. Er is een portret van een Engelse koning dat is verloren gegaan bij een brand. Dat weten we dan, maar verder, sommigen zijn niet meer te achterhalen. Wat we hier zien zijn twee foto's van een prachtig portret, maar niet van de hand van Bernini. Ik wil eerst even iets vertellen over die meneer Giuliano Finelli. Dat was de man die Bernini heeft geassisteerd in het maken van de Apollo en Daphne groep. Hij is eigenlijk verantwoordelijk voor al het botanische. Dus op het moment dat er wortels groeien uit de tenen van Daphne, of uit haar vingers, bladeren, of schors op haar huid, dan is dat allemaal het werk van deze beeldhouwer geweest. Die heeft dus Bernini geassisteerd, omdat Bernini op dit moment al heel veel te doen had. En bovendien onderbrak hij zijn werk aan de Daphne voor die David. Dus Finelli had Bernini geholpen. Maar hier zien we dan ook dat Bernini hem niet de credit gunde. Bernini streek de gehele eer op voor de Daphne. En Finelli kreeg eigenlijk geen enkel lofwoord. Daarop is hij woedend weggegaan uit de samenwerking met Bernini. De reden dat ik hem hier pas eigenlijk dit verhaal over hem vertel, is omdat ik wilde kijken naar dit portret. Dit is een meesterlijk en prachtig gemaakt portret. Er valt niets op aan te merken. Ik denk niet dat er technisch iets is wat eraan mankeert. En toch is het niet helemaal prettig om naar te kijken. Het is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen, want je kunt het een waardeoordeel noemen. Maar we weten dat deze man een jaar hierna, of binnen een jaar hierna, stierf. We weten dat hij jicht had. Ik heb onlangs vernomen hoe vreselijk jicht is. Dat doet afschuwelijk pijn. Daarnaast is het heel duidelijk zichtbaar dat hij niet alleen maar van kunst hield, maar ook van veel eten. Hij is verschrikkelijk obees. De reden waarom we dit niet een prettig portret, althans waarom ik niet heel erg lang hiernaar wil kijken, is dat ik zelf ook een beetje onpasselijk word. En dat heeft Bernini begrepen. Dit is niet een goed moment om iemand weer te geven, om iemand te vereeuwigen. Moet je kijken. Misschien nog even terug. Links Bernini, rechts Finelli. Technisch geen enkel verschil. Het niveau is allebei even hoog. Maar het gaat hier om de keuze. Wat is het moment om iemand te vereeuwigen? En ook daar heeft Bernini zijn eigen idee over. En dat weten we dankzij die interessante assistent uit Parijs die van dag tot dag het reilen en zeilen en de uitspraken van Bernini bijhield. Hij vertelt dit in de jaren 60. Dan is hij dus bezig met een portret van Lodewijk XIV. En ik breng het van toepassing op een veel ouder portret, 30 jaar eerder. Maar dat is ook omdat we weten dat Bernini feitelijk al decennia lang zijn praatje had vastgesteld, zijn uitleg. En wat hij dan zegt is, om een portret goed te laten lukken, is het nodig een handeling te nemen en te proberen die goed weer te geven. Het beste moment, en daar gaat het om, dat men voor de mond kan kiezen, is het ogenblik dat men zojuist gesproken heeft, of dat men het woord gaat nemen. Oftewel, onmiddellijk voor of na het spreken. Als je op het punt staat te spreken of je net gesproken hebt, dan zijn je gedachten ook heel erg gefocust op het verwoorden. En wat een verschil met dat portret van Finelli. Niet voor niks dat wij Finelli helemaal niet echt kennen. We kennen hem alleen maar in het verlengde van Bernini. En dan is er nog een unieke kans die wij bij dit portret hebben. Dat is deze tekening. Het leuke van deze tekening is dat hij sprekend lijkt op de marmeren kop. Dit is een voorstudie geweest. En we hebben veel meer portrettekeningen van Bernini. Maar er zijn er maar twee die we kunnen linken aan de marmeren buste. En van die twee is er eigenlijk maar één die zo goed lijkt op het resultaat in marmer. En er is met deze tekening het nodige aan de hand. En daarvoor moeten we even het volgende citaat uit Chanteloup bestuderen. Dus 1665 in Parijs. Hier vertelt Chanteloup het zelf. Hij heeft zelfs bijna niet naar zijn tekening gekeken. Ik moet even bijzeggen, Bernini is hier dus bezig met het portret van koning Lodewijk XIV dat je nu in het Versailles Paleis kunt zien. Hij heeft zelfs bijna niet naar zijn tekening gekeken, die hij dan ook slechts gemaakt had om zich meer in het bijzonder de afbeelding van de koning in te prenten in zijn geest. En ervoor te zorgen dat zij daarin doordrenkt en in eigen vorm teruggekomen blijft. Die woorden die daar staan, die worden door Chanteloup in het Italiaans geciteerd. Dat zijn woorden uit een keukenmetafoor. Dan moet je voorstellen dat je droge pasta hebt die je laat koken in bouillon. En dan trekt die bouillon erin en dan komt die pasta terug in de vorm die hij had toen hij nog vers werd gemaakt.
anders zou hij, als hij naar zijn tekening gewerkt had, in plaats van een origineel slechts een kopie maken. Je moet het dus niet zien als ik maak een tekening en dan ga ik die tekening proberen uit te kappen. Nee, het is een manier om te memoriseren. Net zoals dat sommige mensen hier aantekeningen maken. Het maken van aantekeningen helpt te onthouden wat ik nu vertel. En de kans is groot dat je die aantekeningen niet of nauwelijks meer doorkijkt. En als je doorkijkt, dan komt ineens, net als die pasta in bouillon, komt het weer terug. He, zo werkt dat. Dat is een memotechniek. Nou, is er nog meer aan de hand? We kennen wat andere portrettekeningen van Bernini. Vaak van hele hoge kwaliteit, ook heel scherp getekend. Wat hier opvalt, is een soort schijnbare onzekerheid. De lijn van het voorhoofd van de kardinaal, daar is wat over geaarzeld, lijkt wel. Nee, geen sprake van. Althans, we kunnen het duiden als we Chanteloup verder lezen. Chanteloup vertelt dat Bernini tegen de koning zegt, ik wil dat u gewoon uw dagelijkse dingen doet. Dus uw gesprekken voert, uw audienties, uw ontvangsten. En dan probeer ik dat moment te vangen. En dat verklaart dus die afwijkingen in de contouren van het voorhoofd en de neus een beetje. Want alle andere tekeningen hebben dat niet. Dus het is geweldig om te zien hoe Bernini in de praktijk een voorstudie maakte om zich in te prenten hoe iemand eruit zag. Wat ik wou vertellen is dat hij dan tekeningen maakte en dacht hij, oh ja, nou oké, ik ben er klaar mee. Hup, en dan ging hij weer verder. En dan was er een dienstknecht van Bernini, die maakte daar een verzameling van en die verkocht ze. En die had daar een aardig zakcentje van. Leuk om te weten. Goed. Nou, we hebben nog meer. En dit is nou echt een uitspraak die hij meermalen heeft gedaan, steeds met een kleine variatie. Maar dat gaat over het probleem van het monochrome, het eenkleurige van steen. Het probleem is dan dat je, als je een gezicht van iemand wilt weergeven, zonder verf. Nou, iemand die zogenaamd blank is, is natuurlijk roze met rode schakeringen. Onder zijn ogen ziet hij misschien soms wat grauwer. Dat kun je in steen allemaal niet. Dus wat zegt Bernini? Als iemand zijn haren, zijn baard, wenkbrauwen en als dat kon ook zijn ogen en lippen wit zou maken. Helemaal wit. En als hij zich in die staat liet zien aan degene die hem elke dag zien, zouden zij moeite hebben hem te herkennen. Zo is het erg moeilijk een portret van marmer dat helemaal van één kleur is te laten lijken. Dus je moet als beeldhouwer iets bedenken om kleurschakeringen aan te brengen. En dat doe je dus door te variëren in de textuur. He, je wilt bepaalde oppervlakte. Het valt natuurlijk hier een beetje op he, dat de pupil aan de bovenkant vastzit aan de rand van de iris. Niet helemaal gek, want als iemand heldere ogen heeft, ik bedoel natuurlijk dan niet helemaal donker, maar laten we zeggen blauw of groen of grijs. En het direct zonlicht valt erin, dan kun je helemaal kijken tot aan de schijf van de iris. En dat lijkt hier he, met het juiste licht erop ook geprobeerd te zijn in het marmer. Er is een ernstig probleem met deze buste, deze kop. Er loopt een barst helemaal van voren naar achteren door het voorhoofd. En dus de slapen en het achterhoofd. En wat we nu eerst gaan doen is het verhaal lezen, althans dat ga ik navertellen, dat Baldinucci ons vertelt. Baldinucci vertelt dat Bernini bezig was en op een bepaald moment verschijnt er die barst in het marmer. Nou vertelt Baldinucci dat Bernini denkt, och jee, wat moet ik nou toch, want dit kan niet, dit portret is helemaal mislukt of helemaal bedorven. Ik kan dit zo niet aan de kardinaal geven. Dan laat hij in diepste geheim 's nachts een nieuw blok marmer naar zijn atelier brengen. En kapt dan in korte tijd een exacte, of min of meer exacte kopie. Hij doet het nog een keer. Nou, en dan komt het moment van de onthulling. Dan komt Scipione Borghese in het atelier van Bernini. En dan leidt Bernini aanvankelijk de kardinaal naar de eerste versie van het beeld. Dus de versie met barst in het hoofd. En de kardinaal, de grote fijnproever, die alles van kunst wist, die had ernstig gemengde gevoelens, zul je begrijpen. Het meesterschap van het portret was onmiddellijk evident, maar zo ook de oneffenheid. Moet je voorstellen dat je naar de Apple Store gaat op Leidseplein en je koopt een iPad en je laat hem vallen. Dus meteen, ik heb hier een leerling in de zaal, Dirk, heeft een fantastische Galaxy Note. Zit een barst in, meteen, nou vreselijk toch? Ja. Ja, nou zo erg. En dan is het eigenlijk nog erger. Goed, dus de kardinaal zweet peentjes. Wat moet ik nou? Want de grote kunstenaar moet toch ook wel zien dat het niet klopt. Maar hij heeft ook veel waardering en bewondering. Nou, die kardinaal die houdt het eigenlijk niet meer. Op een gegeven moment zegt Bernini, weet je wat, ik heb nog iets anders wat ik u wil laten zien. Ik heb nog iets anders gemaakt. Dan haalt hij een doek weg en dan komt dit tevoorschijn. Die kopie die hij dus in een mum van tijd had gemaakt. Nou, op dat moment valt alle stress weg van de kardinaal. Dat vertelt althans Baldinucci. Maar het grappige is dat Domenico, dus de zoon van Bernini, in zijn later gepubliceerd geschrift iets anders vertelt. Die zegt dat Bernini aanvankelijk
de gave versie, dus de tweede versie, laat zien. En dat de kardinaal dan zegt, hey, wacht eens even. Hoe kan dat nou? Ik was hier vorige week en toen heb ik gezien dat je bezig was. Toen heb ik ook al de iets minder voltooide staat van het beeld gezien. Maar deze is anders. En dan zegt de kunstenaar, goh, wat hebt u een scherp onderscheidingsvermogen. Wat hebt u dat knap gezien? Het klopt. Dat was een ongeluk gebeurd met de eerste versie. Dat is wat Domenico vertelt. Dat zijn twee nogal tegenstrijdige verhalen. Nou, daar wil ik vandaag een poging voor doen om dat verschil te verklaren. Eerst even dit. Baldinucci zegt dat Bernini er ongeveer 2 weken voor nodig had en dan 's nachts om die tweede versie te maken. Terwijl Domenico spreekt over 3 dagen. Dat is nog sneller. Dat kun je eigenlijk wel vrij makkelijk wegpoetsen. Uiteraard alleen maar hypothetisch. Maar je zou kunnen zeggen, Bernini die elke dag een volle dagtaak had, dat hij dit in de avonduren heeft moeten doen. Als je de uren zou optellen, kom je uit op 3 werkdagen. Zo zou je die discrepantie tussen de twee bronnen kunnen uitleggen. De andere discrepantie is veel irritanter. Hoe zat dat nou? Het is toch veel leuker dat verhaal van Baldinucci, dat hij eerst de kardinaal peentjes laat zweten en dan een verlost van zijn stress, dan die maar even gewoon helemaal niet laten zien en meteen het eindproduct. Nou, dan moet ik even 2 andere verhalen vertellen. We hebben deze paus straks al even gezien, de Pamfili-paus. Fontaine is al bijna af. We zitten hier in juni 1651. En de paus strompelt uit zijn paleis, dat tientallen meters daar vandaan is, heel dichtbij, en gaat naar de architect, de kunstenaar, de beeldhouwer en zegt, wanneer is het klaar? Wanneer kan de kraan aan? En dan zegt Bernini, ja, heilige vader, het spijt me, maar we hebben problemen met de waterleiding, de loodgieters zijn vandaag niet verschenen en we krijgen het probleem niet opgelost. Oh, oké, nou, jammer. En deze man was al zo getergd en gekweld door zorgen. Hij had ook een afschuwelijke schoonzus die eigenlijk de baas speelde in Rome. Goed, dus hij draait zich om, hij strompelt weg, echt zo. En op dat moment geeft Bernini een teken waarop voor het eerst in de geschiedenis de kranen worden opengedraaid van deze fontein. Dus je moet je voorstellen, in dat vrij nauwe plein klatert dat water. He, krijg je dat geweldige geluid van dat water dat spuit voor het eerst uit die fonteinen. Nou, de paus die is daar helemaal verrukt van, vergeet al zijn zorgen en zou dan gezegd hebben, voi con darci questa improvvisa allegrezza, ci avete accresciuto 10 anni di vita. Wat betekent dat u mij met dit onverwachte genoegen of vrolijkheid, dat u mij dat bezorgd heeft, daarmee heeft u 10 jaar aan mijn leven toegevoegd. Het waren er maar 4. Maar goed, het is natuurlijk wel een leuk verhaal. Een verrassing. Het laat dus zien Bernini als showman. Ander voorbeeld, wat ik nog helemaal niet heb verteld, heel kort moet ik daaraan raken, is het feit dat Bernini ook theater maakt. Hij heeft een aantal comedies geschreven. 1 daarvan is voor 60% bewaard gebleven. L'impresario heet die. Maar dit is wat we weten uit Baldinucci. Baldinucci zegt dat een toneelstuk dat ging over de Inondazione del Tevere, de overstroming van de Tiber, dat, dan moet je voorstellen, u zit in een theater. Het stuk heet De Overstroming van de Tiber. Op een bepaald moment zorgt Bernini ervoor dat in het decor er hele tonnen water richting het publiek stroomt. Althans, het publiek ziet van verre vanuit het decor water op zich afstromen. Op een bepaald moment is het water hier. Nou, we kennen allemaal het fenomeen tsunami. Dat kennen de Romeinen niet, maar ze begrepen wel, als er veel water op je afkomt, dan moet je wegwezen. Dus het theater stond eigenlijk op het punt om leeg te lopen, maar toen werd er een hefboom omgehaald, waardoor al het water op het laatste moment, woep, veilig wegzonk. Fantastisch effect natuurlijk. Maar wel eentje waar mensen veel hartklachten van kregen. Nog erger was een ander toneelstuk waarin wordt beschreven dat het theater op een gegeven moment in de fik staat. Althans, dat idee, die suggestie wordt gewekt. Baldinucci vertelt dat mensen ook weer op het punt staan te vertrekken en dat de mensen die betrokken waren bij de productie moesten zeggen, nee, wacht nou, het is maar nep, het is niet echt, het staat niet echt te brand, kijk maar. En nou, oh, gelukkig. Als je het in Domenico naleest, dan zie je dat het veel erger was. Dat mensen ook al echt vluchten en over elkaar struiken en dat er zelfs 1 dode is gevallen. Dus het was niet echt heel erg sympathiek theater natuurlijk. Hè? Dat is erger dan Joop van den Ende. Maar goed, in ieder geval, Bernini een man van grappen en van verrassingen. Dat past dus bij het fantastische verhaal van die 2 portretbustes van Scipione. Dus opnieuw de vraag, hoe zit dat nou? Nou, je zou je kunnen voorstellen, dat is mijn eigen hypothese, ik ben verder helemaal geen geleerde. Dat is dat Bernini op latere leeftijd dacht, ach, ik heb een belangrijke kans laten liggen. Ik had die kardinaal eerst die versie moeten laten zien.
En daarna pas die andere, wat stom ik die heb gedaan. Gemiste kans. En dan kun je je voorstellen dat hij op een gegeven moment het verhaal is gaan vertellen zoals hij het had willen hebben. En dat zo dat verhaal in Baldinucci terecht is gekomen, terwijl Domenico als zoon dacht, hoho, ja, mijn vader is wel knap en ik schrijf alleen maar positieve dingen over hem, maar dit was toch iets anders. Het fits de profile, want we zien dat Domenico als document, dat zijn biografie, op een aantal plaatsen betrouwbaarder is dan Baldinucci. Maar goed, we kunnen dat niet controleren natuurlijk.